Dat Frank veel weet, werd vorige week donderdag al duidelijk toen hij op de eerste dag dat hij meespeelde in de NPO-quiz, al direct de slimste van de dag werd. Daar deed hij de dag erna nog een schepje bovenop door 663 seconden bij elkaar te spelen, waar Frank een record mee zette. Dat was namelijk de hoogste score ooit in de bestaansgeschiedenis van het tv-programma. Helaas komt er woensdagavond een eind aan dit succes. De schrijver neemt het op tegen twee andere deelnemers, Saïre Krieger en Martin Visser. Martin weet deze aflevering de winst te pakken, waarna Frank in de laatste ronde moet strijden tegen Saïre voor een plek in de volgende aflevering. Saïre weet dit op het nippertje te winnen, wat Frank automatisch de verliezer van de dag maakt. Dat is even een tegenvaller. Had ik niet verwacht, reageert de schrijver teleurgesteld. Maar niet getreurd, gelukkig zien we Frank alsnog terug in de finale door zijn behaalde scores. Ook voor de kijkers van het programma komt deze uitslag onverwachts. Aan de reacties online te zien heeft Frank veel fans, die het voor hem opnemen. Gelukkig komt Frank wel weer terug. Hij was een beetje moe volgens mij, schrijft iemand. Frank heeft een off day, reageert een ander.